Ik ben als archeoloog zeker gevangen door alle verhalen achter de objecten. En in een museum kan je natuurlijk die verhalen vertellen. Dus als jonge student wist ik al heel snel dat ik graag in een museum wilde werken. Om iedereen enthousiast te maken over dat verre verleden dat we kunnen laten zien door die prachtige voorwerpen. Ja, Limburgse roots natuurlijk. En los daarvan heeft Limburg een van de mooiste regionale collecties in de archeologie. Limburg heeft als collectie een continuïteit van de Neandertalers tot en met het heden. En dat is vrij uniek als je kijkt naar de verschillende provincies in Nederland. En we hebben gewoon een topcollectie. Dus je kan eigenlijk het continue verhaal van de eerste mensen in dit gebied vertellen tot en met nu. En dat maakt dat je een verbinding maakt tussen het heden en het verleden. Qua hoeveelheid en verhaal denk ik dat het naar elkaar mooi aansluit. Wat gewoon prachtig is dat we deze collectie hier kunnen laten zien, is dat je echt het begin van de geschiedenis kan vertellen. Het Limburgs Museum is een cultuurhistorisch museum. En dan beginnen we echt met het begin. De eerste mensen die in dit gebied zijn geweest. Ja, daar kan je dus het verhaal vertellen met een hele mooie collectie. Een collectie die we beheren. Verschillende collecties zijn samengebracht in het Limburgs Museum. En er zijn natuurlijk altijd nog wensen om die collectie aan te vullen. Maar we kunnen al een heel mooi, compleet verhaal vertellen dat eigenlijk door nieuw onderzoek steeds meer gedetailleerder wordt. Het Limburgs Museum heeft de regionale collectie. We laten dus een overzicht zien van Limburgse archeologische vondsten. Dat doen we dankzij bijvoorbeeld een groot deel van de collectie van de LGOG en het Provinciaal Depot van de Archeologie. Dat is het Provinciale Depot. Maar het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden heeft natuurlijk ook topstukken uit Limburg. En vergeet ook niet dat de lokale musea ook belangrijk zijn. We zijn eigenlijk een parel in de grote ketting die het verhaal van Limburg kan vertellen. Verschillende aanpak om de collectie van archeologie eigenlijk uit te breiden verschilt heel erg met de collectie van bijvoorbeeld cultuurhistorie. We weten namelijk niet wat er precies is. Heb je een schilder, dan weet je wat zijn oeuvre is. Maar bij archeologie weten we bijvoorbeeld wel door waarderingskaarten waar mogelijk spullen nog in de grond liggen. Maar het zijn toch eigenlijk altijd toevalstreffers. Want ja, dat is nou het mooie ook van de archeologie. Het is dat geheim, het mysterie wat er ook omheen zit. Ja, hoe kan je dat dan inderdaad aanvullen? Door professioneel onderzoek. Door amateurarcheologen die vondsten doen en soms ook door toevaltreffers dat mensen iets tegenkomen waar ze het niet verwachten.